Wat we hier precies doen binnen het actiecentrum is eigenlijk heel eenvoudig. We proberen de totale veiligheid te regelen en te organiseren. Dat betekent dat we een feestje echt een feestje willen laten houden. Dus aan de voorkant proberen we gewoon dat mensen fatsoenlijk kunnen lopen, voldoende drinken krijgen of weten waar ze drinken moeten halen. Dat ze niet te lang in de file staan, dat ze op tijd weer weg kunnen. Dat we waarschuwen voor eventuele weersverwachtingen die veranderen, et cetera, et cetera. Eigenlijk alles wat hier aan informatie te halen valt op dit front, dat proberen we bij elkaar te brengen. En daarna ook weer te distribueren en met name ook terug te brengen naar de mensen. Nou, er zijn heel veel verschillende partijen bij betrokken. Natuurlijk de verschillende veiligheidsdiensten, politie, brandweer, ambulancediensten. Die zitten ook standaard in het standaard pakket, zeg maar. Maar daarnaast hebben we hier verschillende grachten. Dus de reddingsbrigade zit hierbij. Nou, je hebt natuurlijk grote mensenmassa's, EHBO. We hebben een stukje defensie die ons ondersteunt ook met de verbindingen. We hebben de organisatie van de Tour de France. We hebben de organisatie van alleen het feestje rondom Utrecht. De NS, een heleboel verschillende partijen die echt allemaal informatie kunnen leveren en ja, ons daarbij helpen. De rol van Thales is eigenlijk een hele leuke. Wij proberen zoveel mogelijk informatie te verzamelen, daar waar het standaard op de plank ligt. Het bijzondere is omdat je met zoveel verschillende organisaties werkt, die zowel in de civiele diensten werken als in de private sfeer werken, dan zie je dat samenwerking niet altijd even eenvoudig is. Omdat je met wetgeving zit, privacy bijvoorbeeld. Nou, waar de een informatie heeft die privacy gevoelig is en waar de ander informatie wil hebben die dat eigenlijk niet mag weten, hoe ga je dat oplossen? Nou, wij kunnen informatie in hele kleine stukjes opdelen, waardoor sommige stukjes minder privacygevoelig zijn. En die kunnen we wel delen met verschillende partijen. Maar je kan je ook voorstellen dat op een gegeven moment, als er een incident is, dat er dan een soort van opschaling plaatsvindt. En dan worden de privacyregels steeds minder in acht genomen, ook volgens de wet geregeld. Zodat er meer op de safety nadruk ligt en minder op dat de informatie niet gedeeld mag worden. Nou, die betrokkenheid van Thales heeft ertoe geleid dat wij nu heel vroegtijdig kleine, potentiële grote incidenten kunnen detecteren. Dus het betekent klein dat ze nu zo snel mogelijk qua informatie in ons systeem binnenkomen. En dat wij daar ook kunnen zeggen van, nou, dit is echt, het vraagt nu al onze aandacht. Want hoe eerder wij erop reageren, hoe groter wij kunnen voorkomen dat het echt gaat escaleren. Een mooi voorbeeld is dat er qua wetgeving al besloten was dat een bepaalde wagen op een bepaalde plek mocht zijn. Nou zien wij toch dat de stroming van mensen niet helemaal goed loopt. En willen wij zo snel mogelijk daarop kunnen anticiperen. Doordat nu op tijd gezegd is dat iemand signaleert, hey, het loopt niet goed, gaan we niet afwachten tot het nog verder fout gaat en dat het dan pas echt op een hoger niveau geteeld wordt. Nee, deze persoon heeft het in het systeem ingevoerd en hebben wij direct op kunnen reageren door die auto nu al weg te slepen. En nu loopt de stroming beter door en is iedereen blij in plaats van een hoop frustratie.